It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij de tweede aflevering van de Road to Live Team Deathmatch Swarm. En vandaag spelen we met een nieuw wapen die jullie hebben achtergelaten in de comments. En dat is de M27 met een silencer en de adjustable stock. Ik had heel veel de vraag gekregen om een Scar H te gaan gebruiken. Maar aangezien ik al een AN heb gebruikt, is dat echt gewoon te OP, vind ik. Dus hier is mijn klas. Nu gewoon hardline, een flak jacket, scavenger, toughness, dexterity. En dan natuurlijk met de Strix UAV, de orbital feature en de swarm. Dus, mocht je deze video natuurlijk leuk vinden, laat dan een video blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. We gaan kijken of we vandaag met dit wapen de swarm kunnen gaan droppen. Zie je er wel twee enemies lopen? Let's go. Oh, ik word gesniped. Holy shit. Ze zagen me wel, maar ik zit met twee teams in een team. Oh, en nu gaat mijn derde team het waarschijnlijk er ook uit. Dus dat is een faal. Lekker Call of Duty. Als ik nu nog in mijn eentje ben, word ik echt gek. Ja, ik ben nog in mijn eentje. Oké. Ik vind het helemaal mooi. Ja, hij mag rug. Ja, shit. Hoe wil je dit gaan doen, man? Nu joint wel weer een hele lobby. Dat is wel mooi. Ik wou zeggen, dan moet ik alles zelf gaan doen. Dus ik kan geen friendly UAV halen, maar dat kan nu gewoon weer wel. Wow. Span daar, span daar. Nee. Jongen, jongen, jongen. Hun hebben een UAV, geloof ik. Of ik weet niet hoe die weet dat ik er daar al aankom. Maar we kunnen geen UAV hebben, inderdaad. Holy shit. De damage van dit wapen is echt heel erg laag als je een silencer erop zet. Dus het kan wel gaan moeilijk gaan worden. Dat is ook wat leuker misschien een keer aan deze serie. Gun down. Wow. Nee joh! Dit kan toch niet? Ik schiet gewoon echt 20 kogels in hem. Ik weet niet hoeveel het waren, maar het waren er best wel veel in ieder geval. En ik dropshot hem nog eens. En dan ging hij niet dood door, dus. Het zal wel. Moet eens even opletten. Nee! God, met de tering. Daar moet ik dus voor opletten. Ik moet op mijn geluid gaan letten. En, oh ja, ik was vergeten gezegd, die Raoul Helen, die herkent me. Want ik kwam in de lobby en hij zei, oh my god, dat is een Clantech. Dus leuk dat jij me herkent. Hij zit in het enemy team, dus dat is wel wat jammer. Maar dat maakt niet uit. Jongens, ik denk dat we hem deze aflevering niet gaan halen. Gok ik. Weg daar. Geen idee ook. Sniper! Waar ze dus spawnen. Kunnen jullie ervan UAV? Die helpt wel een beetje. Ja, kut, en enemies hebben er ook een. Ah, kut. Holy shit. Ik zit me nu echt hard te concentreren, jongens.
waarom ik me zo concentreer. Dat we allemaal snipers zijn. Vizet. Oh my god, fuck! Oh. Ja, fuck off man. Kutzooi. Echt letterlijk gewoon nog één assist of zo. Dan blijft hij gewoon doorsprayen. Fuck gewoon. Je kan dus echt niet tegen, jongens. Zulke soort mensen. Waarom moet je gewoon doorknallen? Turn je ook gewoon nog bijna. One bullet, hè? For fuck's sake. Nou, ik kan hem nu al niet meer halen, want ik moet alle kills gaan maken nu. Nee, dat kan nog niet meer. Fucking hell. Waarom ben ik ook weer zo'n oetlul dat ik zo twijfel, hè? Want hun halen nu UAV en daardoor weet hij gewoon waar ik ben. Ja, kill me, ik ben echt gewoon... De hele potje vliegt eruit, trouwens. Oh, wat stond daar? Ik heb het niet kunnen zien. Jongens, het is toch afgelopen. Ik kon het toch niet meer halen. Dus, volgende aflevering moet ik weer met de M27 gaan spelen. Ik had hem gewoon bijna. Als ik mijn 40 heb, haal ik hem 100%. Mocht je wel genoten van deze video, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Hoop ik jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Dus abonneer voor meer. En tot de volgende keer, mensen. Laat.